en welkom bij Vlogmas dag 11. Bij Vlogmas dag 11 en vandaag staat normaal een meer excited of speciale, leukere vlog moeten zijn. Want ik ga vandaag op mijn grotere Primark shoppingtrip gaan, waar ik naar Sivus naar vertrek. En ik ga proberen om zoveel mogelijk te filmen voor jullie en om het toch zo iets of wat meer excited te maken. Natuurlijk, als ik terug ben, is dan voor school werken, aangezien wij in een blok zitten. En aangezien ik gisteren niks heb kunnen doen, doordat mijn kat me helemaal van slag heeft gebracht met weg te lopen. Maar dus dat maak ik dan weer goed vandaag en in het weekend. Ik weet dat jullie redelijk ver weg zijn, dat is de enige manier dat ik het kan filmen. Want ik kan natuurlijk zelf niet vasthouden, anders is het te laag als ik het hier op de kattenpaal zou zetten. Plus, ze heeft al zo weinig plaats, dus ik wil haar slaap niet bederven natuurlijk. Dus ik hoop dat jullie van mij vanaf hier kunnen horen en goed genoeg kunnen zien. Ik gebruik vandaag mijn Tea Tree Pore Minimalizer als primer. Ik heb mijn dagcrème en mijn gezichtsreiniging al gedaan, voor alle duidelijkheid. Ik begin met iets uit te werken op mijn wangen. Nu kunnen jullie mij natuurlijk niet meer zien. Oh, she's so working with me. Die. Kom hier. Hopelijk blijft ze zitten, want ik wil niet dat ik haar slaap verstoord heb. Wanneer ik klaar ben met dit, is het tijd voor de foundation, of course. Als foundation gebruik ik de Rimmel Match Perfection in de kleur 100 Ivory. Ik doe dit gewoon op de achterkant van mijn hand, één pomp. Begin ik altijd mee, normaal is het ook wel genoeg. En ik gebruik mijn vingers om het gewoon in te wrijven. En soms als ik bijvoorbeeld een betere coverage wil, ga ik nog een pompje pakken, maar iets kleiner natuurlijk. En dan ga ik dit erin dippen. De concealer aanbrengen. Klaar ben met het concealer is natuurlijk tijd voor poeder. Ik gebruik de Rimmel Match Perfection in de kleur Transparant. En rode poederkast erin, aftappen en ik begin met een T-zone. Ik begin met een T-zone of onder mijn ogen, wat ik nu dus T-zone ben begonnen. Dus het volgende onder mijn ogen. En dan ga ik ook nog heel licht over mijn gezicht. Het hoeft niet, indien je bijvoorbeeld niet echt veel olie of vet in je huid hebt. Maar ik raad het toch aan voor als je werkt met poeder, blush en zo. Met poederproducten om dat toch te doen. Ik ga voor mijn In The Buff La Toasted palet van W7. Nog nooit gebruikt, dus eerste keer. Of jawel, ik heb al een paar kleurtjes gebruikt. Deze gebruik ik voor natuurlijke kleur helemaal over mijn ooglid aan te brengen. En ik ga voor deze kleur gaan. Dit is de derde kleur. Die niet goed zichtbaar zou zijn. En die breng ik aan. Degene die ik over heel mijn lid ga gebruiken, ga ik met mijn vinger doen. En dat is de vierde kleur. Is zo een zo'n soort kleur. Dan wil ik het natuurlijk nog een beetje meer smoky maken. En door een donkerdere kleur aan de buitenkant aan te brengen. Ik ga voor deze Real Techniques Deluxe Crease Brush. Ik vind hem redelijk groot voor de crease, maar we gaan er nu maar gebruik van maken. Ik ga voor deze kleur gaan en dit is de tiende kleur van het paletje, of de derde langs deze kant. En daar dus met mijn kwast in gaan. Een kleur hebben die de overgang schept. En daarvoor ga ik gewoon op de lichtste kleur gaan, terug deze kwast. En de lichtste kleur in het palet is natuurlijk de eerste kleur. En die breng ik eerst en vooral aan onder de wenkbrauwen. Doe ik ook aan de andere kant. Wanneer dit gedaan is, ga ik dit ook gebruiken als een soort van transitioning shade. En ik weet niet of ik het in het Nederlands kan noemen.
Wanneer dit gedaan is, kan ik ga ik mijn liplotlood aanbrengen. Ik ga vandaag weer voor een rode kleur. Met blush, want het is een beetje tussen roze en rood in. Maar ik ga nog een lipstick over aanbrengen. Eerst mascara, The Less Sensational van Maybelline. In een waterproof. Ik gebruik de Essence Ariba blush in de kleur Bella Bella. Met mijn blush brush van Zoeva. En gewoon goed erin swirlen, poeder aftappen. Highlight, de Mary Luminizer van de Balm, is een hele mooie. En dan mijn fanbrush van Real Techniques. Om eens af te wisselen van een wenkbrauwproduct, dat hebben jullie mij nog niet vaak zien gebruiken. Dit is de Maybelline Brow Shape of Sweets of Master Shape Brow Pencil in de kleur blond. Ook een van mijn favorieten. En misschien goedkoper als ik die niet normaal gebruik, zoals Anastasia en hoe noemt hem? Soap and Glory. Deze heeft ook een spoolie waarmee ik dan mijn wenkbrauwen eerst een beetje door mee kan. Helemaal naar boven doe ik meestal. En dan ga ik met de borstel een beetje invullen. Dit is een waxborsteltje, er zit ineens een beetje wax in om het in plaats te houden. En om alles even af te werken ga ik nog een kerstcrunch in doen. Ik probeer om het van dichterbij te laten zien. Wacht hè. Dus mijn kerstcrunch en mijn staart en mijn make-up ook even voor de raam laten zien. En mijn kat heeft haar eigen gelegd op het eind van mijn bed. Ja. Dus ik heb haar uiteindelijk toch niet van haar slaap weerhouden, wat ik heel blij voor ben. Dus ik ga nu ook haar kasteel terugschuiven, dat ze daar weer op kan gaan liggen als ik weg ben. Zij moest ik mijn lipstick nog opbrengen. Zoals jullie kunnen zien is mijn rood al wat afgaan omdat ik mijn tanden juist heb gepoetst. Ik gebruik mijn rode lipstick van Chanel in de kleur 38 La Fascinante of zoiets. Dus deze ga ik nu aanbrengen. Nagels gedaan zijn deze gewoon niet super cool. Dit is het 2B lakje Copper Pink. Echt een mooie kleur, alleen chipt die redelijk snel, wat ik wel spijtig vind. Maar echt een zo'n mooie nagellak. Wel is het nadeel, ik heb er proberen een topcoat over te brengen, maar dan wordt deze oranje, dus niet doen. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my dream come true, all I want for Christmas is you. Ik ben terug thuis van het winkelen en ik heb best wel veel Primark zakken bij, maar heel weinig is voor mijn shoplog zelf, want ik heb niet zoveel voor mijn eigen gekocht. Heel veel is voor kerstmis en kerstcadeautjes. Ik zal je even laten zien wat we hebben gekocht qua mental light on this side. Ik ga je even laten zien wat we hebben gekocht qua kerstchocolaatjes. Mijn mama is nogal obsessief met chocolaatjes. Deze zijn super schattige kerstcake chocolaatjes. Van bij de V&D. En dan heeft ze ook nog superveel andere. Een kerstman kopje met hot chocolate blend of een hot chocolate mix in. Goud en zilveren suikerbommen. Kerstman chocolaatjes. En dit zijn sneeuwman chocolaatjes. En dit zijn nog kerstachtige chocolaatjes. Wat hebben we nog? Deze met verschillende kleuren. En nog een kerstkop. En dan heb ik mezelf een leuke trui cadeau gedaan. Nog kerstsuikerbomen.
is sokken. Een cadeautje voor de papa. Kerststrikkertjes. En dan om in te pakken nog deze meegenomen. En ik denk dat dit alles was dat we hebben gekerstshopt in de V&D. En Primark ga ik natuurlijk niet laten zien aan dit, aangezien dit cadeautje voor mijn familie zijn. Of voor mijn Primark shoplog. Dus deze ga ik natuurlijk niet laten zien. Maar echt ik toch wel even een beetje dan laten zien wat ik gekocht heb. En mijn vriend wil terug door spelen. Ook al ben ik 2 keer gewonnen gisteren en geen 1. We'll see. We'll see. En ik ga ook nog pakjes inpakken. Mama heeft iets gekocht voor de katten. Wat ook wel leuk is. Iets gaan eten. Heel onverwacht eigenlijk. En nu ben ik weer thuis. Ik heb al pakjes ingenomen. Maar nu is het alweer tijd voor de adventkalender. Maar vandaag heb ik wel beeld genoeg, denk ik. Om niet te veel te babbelen. Dus laten we eerst met die van Essence beginnen. Dus deze. Ik zit eigenlijk tegen mijn verwarming aan. Omdat het gewoon zo koud is. En soms ga ik gewoon lekker warm in het bedje kruipen. Laten we maar snel die van Essence openen. Dus hier gaan we. En vandaag is het de 11e, right? Van 2? Ja. De 11e is hier. A girl is only helpless when her nail polish is drying. Wow, her nail polish is drying. Deze is onze eerste topcoat volgens mij. En deze is Galaxy Lights topcoat. Ik weet niet waarom, maar Galaxy Lights topcoat maakt me echt blij en excited voor dit. Wat dit ook juist gaat doen, wil ik echt wel weten. Nummer 5, See You In My Dreams. Dat is heel wat het does. En dan ga ik de Body Shop kalender nemen. Gewoon lekker warm tegen de verwarming met mijn rugje. Ah, amazing. Dus Body Shop kalender is dit doosje. En het zegt, we're nuts about you. Een Shea shower crème. En deze moet ik toch eens rieken. Het is heel fris en redelijk neutraal. Ik zou niet direct zeggen dat het mijn favoriete geur is, maar ik vind het ook niet stinken of echt slecht. Het is gewoon geen geur waar ik naar zou grijpen, maar wel één die ik zou gebruiken. Dus deze. En ik ga jullie jammer genoeg nu gedag moeten zeggen, aangezien ik nu echt letterlijk in bed ga liggen. Mijn video van vandaag bewerken, omdat ik gewoon vandaag weer tijd tekort had om dit te doen. En morgen ga ik namelijk met een vriendin van mij naar de I Love Beauty beurs in Utrecht. Er zijn superveel beauty workshops en standjes misschien ook. Ik weet niet wat ik er allemaal van moet verwachten, maar ik neem wel wat geld mee, maar ook niet te veel. Ik ga proberen zoveel mogelijk te filmen. Ik probeer het niet te vergeten, maar soms is het heel moeilijk voor als je in gezelschap bent om te proberen aan te denken dat je moet filmen. Dus dat hangt er wat vanaf. Ik ga niet over het gezelschap van verlegen zijn, maar eerder zo, als je een leuk gezelschap hebt, dan denk je niet de hele tijd eraan om je camera boven te halen. En bij mij moet dat echt nog een gewoonte worden, aangezien ik voor de eerste keer echt een maand vlog. Dus ik ga proberen zoveel mogelijk te filmen, maar ik kan jullie niet beloven. In ieder geval, geef deze video een duim omhoog indien je deze leuk vond. Laat me vooral weten in de reacties hier beneden wat je bijvoorbeeld nog in mijn volgende Vlogmas vlogs zou willen zien of graag zou willen zien. En dan zie ik jullie morgen voor Vlogmas dag 12. Dag!